Aan het eind van de 19e, maar vooral het begin van de 20e eeuw, is er een radicale breuk tussen wat schilderkunst was en zou zijn. Het figuratieve, het illusionistische, het representatieve wordt opgegeven ten voordele van een beeldtaal gebaseerd op lijn, kleur en vorm. Een paar van die pioniers van die abstracte kunst zijn Félix de Boeck, Victor Servranckx en Jos Leonard. Dit werk van Victor Servranckx uit familiebezit van Servranckx, gedateerd 1922 en opus genoemd, suggereert eigenlijk een machinale beweging, puur en alleen met vorm en lijn opgewekt. Servranckx samen met Magritte maakt een manifest l'art pur en met dat purisme ijvert hij eigenlijk voor een totale abstractie van hetgeen er voorgesteld wordt. Hetzelfde geldt voor Jos Leonard, Antwerpschilder, die meestal zwart-wit tegen elkaar laat contrasteren. En een derde vertegenwoordiger is Félix de Boeck. Dit paneeltje van Félix de Boeck is de letterlijke vertaling van de omslag van het figuratieve naar het abstracte. Op zeer korte tijd namelijk maakt het evocatieve plaats voor het effect van diepte en puurheid, gesuggereerd door een spel van diagonalen en degradaties van kleur. Dit werk, samen met dat van Servranckx, wordt aangeboden op de Veiling Modern van 29 maart.